Steeds bij Bandtalent Leiden. Tweede bandje van vanavond. Ik denk, grijp ze gelijk in de smiezen. Nog geen 2 minuten van het podium af. Hoe is het bevallen? Ja, ik vond echt best wel kick eigenlijk. Tijdens de oefening ging het vaak wat slordig af en toe. Maar nu alles lekker strak gekregen. En ik flink naar mijn zin af. Je bent nog buiten adem van het hele spelen. Ik bedoel, hoe vond je het zelf? Ja, ik vond zelf ook heel goed geluid hier ook. Ja, zoals wij bij de oefening ging het soms wel eens fout. Maar hier is het echt heel goed gegaan. Dat vind ik. Ja, ik had jullie echt nog nooit gehoord, maar ik moet zeggen, ontzettend lekker. Voornamelijk heel veel instrumentaal, behalve de covers dan. Beetje vergelijking met Jungle by Night, mag ik dat doen? Dat zou wel mogen, ja. Dat is wel waar ik jullie mee wil vergelijken. Inmiddels het derde bandje achter de rug van Bandtalent Leiden. Ik sta naast Toon, zanger van welke band? Stionio's. Kijk, en hoe ging het? Het ging best redelijk, het was wel leuk. John Mayer, klein haperingetje volgens mij met je gitaar. Ja, klein, maar ja... Dat kan altijd gebeuren. Ja, blijven treden. Maar alles naar je wens, toch? Ja, heel erg. Zijn jullie binnenkort nog ergens te zien? Aanstaande maandag op onze school. Inmiddels sta ik naast Roland, Alzheimer. Jongen, hoe was het gegaan? Hoe vind je het? Ja, het ging aan de ene kant ging het lekker, maar aan de andere kant ging het ook weer slecht. Dus, noem eens wat slechts. Wat ging er bijvoorbeeld fout? Ja, persoonlijk, mijn stem. Ik kon de hoge noten niet echt halen. Dus, Ik moet zeggen, het is mij niet heel erg opgevallen. En het lijkt erop dat het publiek ook niet is opgevallen. Wat ging vooral goed? De sfeer, denk ik. De sfeer, dus... Lekker man. Hey Roland, hele fijne avond nog en ik spreek je wellicht binnenkort weer in Thomas op zondag. Ja, zeker, dankjewel. Inmiddels sta ik naast het zoveelste bandje alweer, wat hier vanavond op Bandtalent Leiden speelt. En jullie hebben me toch wel het meest verbaasd, denk ik zo. Ik bedoel, eventjes niet lullig gevraagd, maar hoe oud ben je? 13. Eerste nummer, gezellig. Tweede nummertje, Coldplay Yellow. Weet jij welk jaar dat komt? Het wordt van alle kanten gefluisterd. 2000 is het opgenomen. Toen dacht ik zo, dat is al een redelijk oud nummer voor zo'n jonge band. En toen kwamen de Red Hot Chili Peppers. Welk liedje deden jullie daarvan? Is niet. 1998. En vervolgens beginnen jullie echt, en dat moet ik echt eerlijk zeggen, met een waanzinnige cover van The Cure. Weet je uit welk jaar dat komt? Dat is de laatste vraag hoor. Nee, ik ook niet. Dat is helemaal uit 1980 zelfs. Bij deze, ja, ik wil jullie graag uitnodigen. Ik weet niet of je het een beetje weet, maar Sleutelstad die werkt mee aan Bandtalent Leiden door bandjes van Bandtalent Leiden op te laten treden bij ons in de studio. Of jullie daar eventueel zin in hebben, ergens halverwege april. Nou, ik denk het wel. Toch heel onzeker, maar nou ja, helemaal super. Dan spreken we dat bij deze af. Overleggen nog eventjes met de band en dan zou ik zeggen een hele fijne avond nog. Ja, dankjewel. Klaar net met je optreden, jongen, nog geen minuut geleden. Omdat, ja, we gooien het op de radio, dus we doen het eventjes zo. Hoe was het? Het was echt fucking dope, man. Het was echt vet. Iedereen was lekker erin. Ja, iedereen ging los, echt werkbaar. Maar ik moet zeggen, ik heb ook echt een andere kant van jullie gezien. Want normaal gesproken, iedere laatste zondag van de maand, tussen 10 en 11, komen jullie op plaat bij me komen. Jullie hebben ook veel eigen werk gespeeld. Dan nu in een volop met drums, alles erop en eraan. Ik moet zeggen, jongens, echt te gek. En
laten we ervoor zorgen dat dat binnenkort in de studio ook zo kan. Niet? Sowieso, zou heel vet zijn, man. Dan, nou ja, volgende week zondag zijn jullie bij mij. Welk nummer gaan jullie doen? Bird for Chef Special. Kan je al iets loslaten in welk jasje je gaat stoppen of is het gewoon een pinguïn jasje? Tuurlijk, gewoon ons eigen pinguïn jasje. Altijd. Ja, helemaal te gek, tot zondag. Thanks. But underrated, it's not the best, but underappreciated. Keep working, I keep improving. Anything is possible, but you put that work in a second to do. It's anything you say, but even yourself, now that's the state of mind. You need to have it, we ain't going down, cause we ain't that bad. And back in the days, I was scared, but they wanna be. Now I think, fuck them all, this is what I wanna be. We are holding the crown, so don't forget the what I say. We are going down. Inmiddels sta ik naast Vacuous Me, Cherk naast me, oftewel de zoon van Jeroen Driessen, onze regio-nieuwslezer. Hoe vond je het gaan? Ja, echt onwijs goed. Ja, het ging echt lekker. Echt, ja. Het was ook echt gewoon hard. Niet alleen qua stijl, maar gewoon qua volume. Het stond echt snoeihard, maar iedereen ging uit zijn stekker volgens mij. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, nou, ik ben gewoon bezig met drummen en dan het applaus aan het einde. Dat is toch een leuke beloning altijd. Ja, daarom. En dan heel eventjes, ja, Vacuous Me in een paar woorden. Hoe zou je het omschrijven? Vier gasten die bij elkaar zijn gekomen en gewoon lekker muziek gaan maken op de middelbare school en steeds iets verder gaan. Ja, en gewoon lekker spelen. Altijd lol vooral. Nou, vooral zo door blijven gaan. Dat is het enige advies wat ik kan geven. En ja, wie weet, tot snel. Oké, tot snel. Naar één en laatste bandje, Ben Tellert Leiden hier achter de rug. Wanted, ja, 5 dagen geleden nog bij mij in de uitzending, Merle. En dan nu al hier. Hoe is het bevallen? Ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. Ik denk dat we allemaal het wel heel leuk vonden. Sowieso de hele avond waren super veel leuke bandjes. En ja, ook leuk om te zien hoe andere mensen, wat zij doen met hun band. Ja, nou, super om te horen. Ja, ik heb jullie echt 5 dagen geleden nog geïnterviewd, maar dan toch eventjes kort door de bocht. Die laatste plaat, ik had nog niet gehoord. In één een dubstep. Van waar het idee dubstep, Carlijn? Nou, we doen sowieso best wel verschillende nummers, dus dubstep komt ook niet ontbreken natuurlijk. En ja, we hebben gewoon heel erg geluk met onze muzikanten, dus zij kunnen het zo goed nadoen, dat het gewoon echt lijkt. Ja. Nou, dan wil ik jullie bij deze echt gewoon nog een keertje bij mij uitnodigen wanneer er weer een opening is om sowieso die cinema eventjes te komen doen en wie weet nog meer covers die jullie in huis hebben. Is dat een deal? Prima, leuk. Ja. Nou, super, dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. Inmiddels laatste band van Band Talent Leiden opgetreden, kunst en beatwerk. Ik sta naast Xavier. Xavier, hoe was het? Ja, ik vond het echt heel vet. Ik vind het sowieso een top initiatief gewoon. Ja, want vertel even in het kort, kunst en beatwerk, wat voor muziek maken jullie? Ja, we maken gewoon straight up hip-hop gewoon. En ja, ook met jazz en rock invloeden en alles erbij. Ja, er zit echt van alles door elkaar. Dus ja, waar kunnen we jullie volgen? Ja, we hebben een Facebookpagina. En, hoe heet die? Kunst en Beatwerk. Ja, helemaal super. Hé, jongen, geniet nog even na en een hele fijne avond. Band Talent Leiden, eindelijk, ja, nou, ten einde wil ik niet zeggen, maar de eerste editie zit erop. Arjan die staat naast me, de man die ik ook als eerst sprak, ja, voordat ik van het bestaan al wist van Band Talent Leiden. En nu de eerste editie achter de rug. Hoe was het? Het was onwijs gaaf. Ik heb heel veel mensen gesproken die het ook onwijs gaaf vonden. Heel veel jongeren geweest, ook heel veel ouderen.
spectaculaire bandjes gezien van 12, 13-jarigen die het fantastisch deden. Ik heb genoten. Het was onwijs gaaf. Nou, ik moet zeggen, ik heb ook echt genoten. Ook echt verbaasd door sommige bandjes. Eigenlijk niet heel vervelend, maar 13 jaar zo klein en dan zo'n geluid. Het is zo bizar. Volgende keer, wat kunnen we verwachten? De volgende keer gaan we zeker door en we gaan het nog een keer doen. Volgend jaar gaan we aan de overkant spelen, dan zitten we in De Nobel. Maar ik hoor zoveel geluiden van mensen zeggen van waarom doe je het niet twee keer per jaar? Waarom niet een open buitenpodium? Dus er zijn nog zoveel ideeën. Er hebben mensen zich aangemeld, sponsoren hebben zich aangemeld. Echt onwijs gaaf. Dit gaat echt vaker voorkomen. Nou, dan zou ik zeggen, ja, ga nog even om de tafel met de rest van het genootschap. En dan overleg eventjes. En resultaat gaat ook nog bij Sleutelstad plaatsvinden. Ik bedoel, ik heb de komende 3 uitzendingen gevuld met alleen maar bandjes van deze editie Band Talent Leiden. Dus laten we elkaar in ieder geval op de hoogte houden van de volgende editie. Doen we zeker. En ik wil Sleutelstad Radio ook onwijs bedanken voor alle moeite die jullie er ook in gestoken hebben om alle bandjes uit te nodigen. Dus dat was leuk. Nou, geen dank. Ik ondersteun het onwijs. Ik vind het onwijs tof initiatief. Super, tof. Fijne avond nog. Dank je wel, Thomas.